Namens de gemeente Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland heeft wethouder Piet Vat het eerste exemplaar van de 60PLUS activiteitenkalender uitgereikt aan de deelnemers van het project. Het is een uniek product dat inzicht geeft in het aanbod aan activiteiten dat in de 13 kernen van de Waard wordt georganiseerd. De kalender kan senioren helpen om iets te vinden dat bij hen past. In dorpshuis De Spil in Bessersgraaf vond een feestelijke presentatie plaats die speciaal bedoeld was voor de werkgroepen en andere vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die bij de ontwikkeling van de kalender betrokken waren. Ik wil graag even weten van wie deze activiteitenkalender heeft samengesteld. Is dat één bepaald persoon geweest of is er een groepje bij betrokken geweest? Hoe ging dat? Dat is echt een samenwerking geweest met heel veel organisaties. Maar de kern heeft gelegen bij 3 werkgroepen van de gemeente. Eind 2009 werd bekend dat een deel van de ouderen hun AWBZ-indicatie voor dagbesteding zou verliezen. En toen hebben wij met het maatschappelijk middenveld, zoals we dat dan noemen, en welzijnsorganisaties, zijn we om tafel gaan zitten in Nieuw-Lekkerland, Graafstroom en Liesveld. En zijn we met elkaar gaan brainstormen van, goh, hoe kunnen we de gevolgen van die maatregel voor de ouderen in onze gemeente, hoe kunnen we die verzachten? En er zijn toen 3 werkgroepen geformeerd en die 3 werkgroepen zijn met het idee gekomen van, goh, als we nu al die activiteiten die er al zijn in een kalender zetten, ja, dan kunnen mensen aan de hand van die kalender kijken of de activiteiten zijn die passen bij wat zij zoeken aan afleiding en aan sociale contacten. Het is, als ik het goed begrijp, eigenlijk dus ook de bedoeling dat, laten ze ouderen, gepensioneerden, die eigenlijk niet weten wat ze met hun vrije tijd moeten doen, dan ideeën krijgen van, oh, ik zie daar een activiteit, daar zou ik een rol in kunnen spelen. Ja, inderdaad. Ouderen die, of ook, laat ik zo zeggen, al wel nog actief zijn, maar ook de behoefte hebben om eens wat breder uit hun kringetje te stappen, kunnen met deze kalender zien hoeveel er in hun omgeving gebeurt. En daarmee, laat ik zeggen, ook hun netwerk weer verbreden. Met andere dingen gaan doen en met andere mensen in contact komen. Ja. Ik begrijp hier dus uit dat dit het allereerste exemplaar is. Is het de bedoeling dat om de zoveel tijd vernieuwd wordt? Nou, het zal natuurlijk moeten blijken hoe goed dat het aanslaat. Hè? Dus, gaan mensen de activiteitenkalender echt gebruiken? En merken de verenigingen ook dat het aantal leden toeneemt? En als aangetoond wordt dat die goed gebruikt wordt en dat die effect heeft, ja, dan geeft dat des te meer reden om bij de gemeente aan te kaarten dat het heel belangrijk is dat die blijft staan. Of zeg ik iets? Ja, inderdaad. En daarnaast is naast deze papieren versie, is er ook een digitale versie op de website. Dus ook op die manier willen we ook wel de continuïteit erin houden. Want op dit moment zijn nog niet alle activiteiten voor 2011 bekend. En verenigingen kunnen dus hun nieuwe activiteiten ook aanmelden op de digitale versie van de kalender. Heeft u een bepaald voorbeeld gehad van, oh, we hebben ergens iets gehoord of gelezen, dat zouden wij misschien ook kunnen organiseren? Ja. Het is wel zo dat we in de werkgroep eigenlijk erachter kwamen, er wordt heel veel gedaan, wat we van elkaar niet weten. En toen was een van de werkgroepleden, die had, ik dacht in een gemeente Broek op Lange Dijk, maar dat weet ik niet meer zeker, die hadden iets wat daar een beetje op leek. Dus ze zegt, ik ken familie en dan ga ik eens navragen of we die kalender mogen lenen. Nou, daar hebben we naar gekeken en dachten, ja, dat sluit eigenlijk ook aan bij het idee wat wij in ons hoofd hebben. Dus we hebben dat niet gekopieerd, maar wel ook gekeken van, eigenlijk het idee van een kalender. Het is heel toegankelijk en je hebt heel veel informatie beschikbaar voor iedereen. Als ik mag aanvullen, het grote verschil van deze kalender is wel, want dat was inderdaad, iemand kwam met het idee van een kalender, maar dat was een kalender met gemeentelijke activiteiten. Van wanneer er de ouderadviseur beschikbaar was en wanneer het gemeente. Dus dat was veel meer gemaakt vanuit de gemeente. En deze kalender is echt van alle, er staan de activiteiten erin van alle verenigingen. En bejaarden. Comité's, sportverenigingen. En dat vind ik wel een heel groot verschil
En dat vind ik ook wel een mooi waardevol product dat deze kalender daardoor is geworden. Ieder jaar reikt het bestuur van de Stichting Sliedrecht en Cultuur een gouden aar uit aan personen of instellingen die gedurende lange tijd een bijdrage hebben geleverd aan het culturele leven in Sliedrecht. Deze keer is de keuze gevallen op de beide toneelverenigingen in het dorp, Internos en Onder Ons. In de informatieruimte van het Oude Raadhuis vond de uitreiking plaats door de voorzitter van de stichting, Anja de Rooij. Nou, wij zijn als stichting in het leven geroepen als opvolgers van de Culturele Raad, al aardig wat jaartjes geleden. Met als doelstelling te stimuleren dat er meer door de Sliedrechtse bevolking wordt gedaan voor kunst en cultuur. En dat is heel breed. En dan komen er bij ons regelmatig aanvragen voor subsidie binnen of ondersteuning of wat dan ook. En op enig moment dachten we van ja, waarom moeten mensen altijd aan ons wat vragen? Wij kunnen ook vanuit de stichting wel wat geven. Zonder dat mensen daar aantoonbare brieven voor hebben geschreven. Zeiden we van wat zou het nou niet aardig zijn om een soort van prijs in het leven te roepen. Denkend aan de Edison en de Effies en al die prijzen die met veel tamtam op de televisie worden afgekondigd. Om binnen Sliedrecht ook gewoon eens wat te kunnen weggeven zonder dat je daar per se brieven voor hebt moeten schrijven. En toen kwam eigenlijk al brainstormen, zoals ze dat tegenwoordig netjes noemen, binnen het bestuur, kwam het idee van, joh, een gouden verzin, aar. Nou, we dachten, nou, die is er in ieder geval nog niet. En alleen het uitreiken van zo'n ding is natuurlijk niet voldoende, want iedere vereniging wil wel graag een klein beetje rugsteun op financieel gebied. Dus het is eigenlijk echt een idee wat opkwam tijdens een bestuursvergadering. We wilden graag wat geven aan verenigingen die zich hebben ingezet. En dat hoeft niet per se nu te zijn, maar dat kan ook in voorgaande jaren zijn. En die willen we dan gewoon even in het zonnetje zetten. Wanneer is dat voor de eerste keer gebeurd? Het is vorig jaar voor het eerst gedaan, in oktober 2009 hebben we die uitreiking. En toen hebben we de muziekvereniging Wilhelmus in het zonnetje gezet. En de zangvereniging Soli Deo Gloria, die ook op een heel ander gebied natuurlijk muziek maakt. Omdat deze verenigingen zich eigenlijk veel belangeloos ook inzetten, zonder daar geld voor te vragen. Om dingen te doen die bijdragen aan het woonplezier op het gebied van kunst en cultuur in Sliedrecht. Voor mij staat de voorzitter van Internos, de oudste vereniging die vanavond is uitgenodigd voor de Gouden Aar. Mijn vraag is eigenlijk van, wat was jullie eerste reactie toen je te horen kreeg dat je deze Gouden Aar gewonnen had of verdiend had, hoe je het noemen wilt? Nou, de eerste reactie was wat leuk. Dan ga ik vragen of ik wat leden meekrijg naar die uitreiking. Omdat als daar dan in staat van dat de Stichting Sliedrecht en Cultuur de cultuur van Sliedrecht een warm hart toedraagt, dat wij inderdaad al jaren daar een belangrijk onderdeel van zijn. En het publiek is Internos een beetje kwijtgeraakt, dat horen we wel. Maar wij zijn in de loop der jaren gaan ontwikkelen tot straattheater, tot locatietheater. We maken nog steeds voorstellingen voor het Sliedrechts publiek, maar op een andere manier. En dat is zo leuk dat dus deze stichting geen onderscheid maakt in die Gouden Aar-uitreiking, maar tegen allebei zegt van, nou, komen jullie die Gouden Aar maar in ontvangst nemen. En dus daarom waren we zeer vereerd. Wij willen graag weten wat uw eerste reactie was toen u te horen kreeg dat u een van de prijswinnaars was met uw vereniging. Nou, we waren heel erg vereerd. Je verwacht het niet natuurlijk. Er zijn zoveel verenigingen in Sliedrecht die iets voor cultuur betekenen. En wij waren dus heel blij dat wij deze prijs mochten ontvangen. En we vonden het ook heel leuk dat onze tegenpartij, mede toneelvereniging Internos, hem ook kreeg. Vonden we leuk. Dit was Actueel voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.